Ik teken nu de rand af van wat ik denk te zien. Het grootste schip ooit hier voor mijn deur. Zo ongeveer langs het dakraam. Naar beneden. Nou, weet ik niet wat de rest van de vorm is, maar het zou zomaar dit kunnen zijn. Met daarin ook weer schepen. Maar de enige rand die ik wel duik zie is hier. En je hebt deze ronding ongeveer. Zonder raam. Die wolken zien er ook uit alsof ze of erin zweven of er buiten zijn. Die houden die ronding aan. De onderste rand van wat ik vermoed dat het schip is. Daar zo, de onderste rand van de onderkant van het schip. Hé, schat. Er wordt gelijk een kat getekend. Tenminste, dat kan je er ook in zien. Hier nog meer. Een gat in een wolk hier. Mijn rand. Daar ook weer een lichtere kleur blauw in de rand van het schip. Oh. 3D zal dit heel mooi zijn, Joris. En toch een vliegtuig erheen zien vliegen als het schip hier nog zit. Maar aan de ene kant zie ik de rand niet zo goed. Het lijkt ook wel alsof het hier weer ophoudt. Ze kunnen ook een hele grote zeppelinvorm hebben. Omdat die atmosfeer ook op lijkt te houden daar te beginnen. En hier weer op te houden daar eigenlijk de normale lucht weer zichtbaar is. Maar hier weer niet. Daar wel. Hier weer niet. Het is ook een soort driehoekig vormen zijn. Met ronde hoeken natuurlijk. En helemaal niet zichtbaar natuurlijk. Is al het werk in het werk. Tekeningen erin. Schepen, lichamen. En die grote opvallende witte rand. Waardoor ik naar buiten ging kijken, daar achterin. Witte rand met een beetje van alles in van het spectrum erin. En nu de ook echt donkere onderkant ervan die me op begint te vallen. Het zou ook nog een rechthoekige vorm kunnen zijn. Waarvan ik hier dus alleen de ronde voorkant zie. Rechthoekig daar naar achteren toe. Met die streep, ongeveer als middenstreep. En daar achterin het einde van het schip. Met ronde hoeken weer terug naar voren. Dus de zeekant. Ronde hoek. Landkant. Zuidpoolkant. Noordpoolkant. Ongeveer.